Het nieuws in 1 minuut. Bij een groot ongeval op de snelweg A1 zijn volgens de politie 4 bestuurders licht gewond geraakt. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval zijn 3 vrachtwagens en een personenauto betrokken. Volgens een ooggetuige is een vrachtwagen tegen een truck aangereden die op de vluchtstrook stond. Een van de vrachtwagens vloog direct in brand. Omstanders zeggen ontploffingen te hebben gehoord. Het schip, de School voor Speciaal Onderwijs, heeft een telefoonnummer geopend. Hier kunnen ouders terecht die vragen hebben over de arrestatie van de directeur van de school. De directeur is gearresteerd omdat er kinderporno op zijn computer is gevonden. De school en de politie benadrukken dat het om bestaande kinderporno gaat en dat de kinderen van de school er niet bij betrokken zijn. Vanaf 1 november moeten de klanten van alle supermarkten in Deventer hun tas laten zien bij het afrekenen aan de kassa. De maatregel is een nieuwe stap tegen winkeldiefstal. De schade door winkeldiefstal loopt alleen in Deventer al in de tonnen per jaar.